Normaal gesproken komen hier de echte grote vrachtwagens de bol af en aanhalen. En vandaag onze kleine vrachtwagens. Dus daar kunnen we even lekker spelen vandaag. Ja, de andere verzamelt postzegels, of noem het maar op. En ja, wij doen dit. Dit is onze hobby. Dit is handgebouwd, het is een bouwpakket. Met een hand moet je hem in elkaar zetten. En zoals deze die nu voorbij rijdt, die is helemaal zelf gebouwd. Van chassietje af tot nu, hoe die nu is. Nou, deze die is 3500 euro compleet. 3500 euro? Ja. Dat is een maandsalaris. Ja, je moet er flink voor sparen. En ik ben eigenlijk heftruckchauffeur, dus ik heb die heftruck heb ik in het klein, mijn eigen heftruck heb ik in het klein nalaten maken. Dus als ik nou op een demo ben, staat deze meestal stil. En dan ben ik alleen maar met het heftruckie met kubkiesjes in de weer. Dat vind ik leuk. Dus in je dagelijkse werk ben je heftruckchauffeur? Ja, en in mijn hobby doe ik dat ook. Is dit jouw vrachtwagen? Nee, die is van mijn vader. Je blijft een kind, want ja, je blijft spelen. Daarom doen we het ook eigenlijk. Ja, dan ben je gewoon weer jong. Dan ben je weer 14, 15 een beetje. Je gaat weer een beetje terug in je kindstijd.